Yo, Nintendo fans, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Paper Mario. We hebben de rode, de blauwe, de gele en de groene schildsteen gevonden en nu kunnen wij dus de poort gaan openen. Want waarschijnlijk de poort is naar de eerste baas in deze game. Dus laat ik maar even 7 van tevoren. En ga met die banaan. Ik heb ze, jongens. Ik heb alle 4 de schildstenen, Koopa's. Kijk eens, hier. Ik stop ze erin voor jullie. En de blauwe. En de gele. En ook de groene. Alsjeblieft, Koopies. Oh, snap. Wat gebeurt er? Ja hoor, de poort gaat open. Hierachter schijnt een tentoonstelling te zijn. Dus we gaan even lekker het tentoonstelling bekijken. Oh. Nice, kijk ze staan. Oeh, de schildsteden. Nou, zullen we nu die Origant dan maar eens een bezoekje brengen? Ik ben wel benieuwd. Ik heb er nog nooit één ontmoet. Spannend. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Maar we lopen hier gewoon lekker naar binnen, jongens. Wat is dit voor kistje? Pad naar de aard Origant. Moet het 10 munten gebruiken? Wat is dit? Ik gebruik wel 10 munten. 10 munten is niks. Oeh, volgens de legende houdt de geest van de aarde, de aardorigant, zich hier in deze grot schuil. Het is een machtige geest die beschikt over de kracht om de aarde zelf te laten oprijzen. Geen wonder dat de nederige Koopa-troopa's hem zo vereren met bedevaarten en offergaven. Ah, dus we zijn inderdaad gewoon in een museum en we kunnen overal geld doneren om speciale dingetjes in het museum te kunnen gaan zien. Oh man, dit kost echt superveel monies allemaal. Wie goed toekijkt, herkent in deze mythieke en mysterieuze rotsformaties vast de aardorigant. Nee. Ik zie gewoon een kartonnen steen. Net als vele Koopa Troopa's voor je, kan ook jij hier je respect betuigen voor dit heilige schild. Opmerkelijk genoeg is het schild van de aardorigant zelfs nog sterker dan deze onverwoestbare rotsen. Oké, doei. Wacht. Koopa. Ik bedoel Tootje. Ja, en Toot zegt ook, ja, ik zie niet dat dit de aardorigant is in deze steen. Dat haalt hij er ook niet uit. Nee, ik ook niet, vriendelijke Toot. Oké. Wat is er met deze scheur in de muur? Volgens de legende heeft de aardorigant in een heldhaftige strijd zijn klauw in deze wand gezet. Mario, wat? Wat is er met mij? Hoor ik dat nou goed? Ben jij dan, Mario? Luister, help me alsjeblieft. Wie is hier? Iemand is hier. Iemand is hier verstopt. Moet ik... Ja, ja, zie je? Ik, ja, kijk. Kom eruit. Kom eruit, Toot. Lekker, man. Oké. Wat gebeurt er? Toen jij me hieruit trok, zijn er vast wat kabels losgekomen. Geef me alsnog die uitleg, meneertje Toot. Er wordt ook gezegd dat de klauwen de zwakste aanval zijn van de aardorigant. De dodelijkste aanval is een vuuradem. Daar moeten we straks dus even oppassen. En door het pad van het schild. Alle lichtjes gaan even voorheen aan. We zetten onze weg voort over het pad in zijn autistieke, historische, slechte staat. Kijk uit waar je loopt. Yo, dit was echt... Heb ik hier 10 muntjes voor betaald? Voor deze informatie dat ik mijn weg hier vervolg? Hoppa. Ik wilde alleen maar even de aardorigant ontmoeten. En nu heb ik die opname hier al meer dan 400 keer gehoord. Al die Toots, die zitten hier vast. Oké, deze steen kan vast kapot. Dat bedoel ik. What up, Yellow Toad? Hey, nu kan hij eindelijk terug naar zijn winkel. Het lokale adres voor alle prettige, prachtige en praktische accessoires. Kan ik meer van jouw accessoires kopen? Zijn er meer accessoires? Nice! Beste bezoeker, dit portret mag je niet storen. Erop slaan en er naar kijken mag ook niet. Dat is precies wat wij gaan doen. Hier, 50 muntjes. Hoppakee. Hier aan deze rotswand prijkt een eeuwenoude beeltenis van de glorierijke aardorigant zelf. Is het gewoon een schildpad? We gaan battelen met een schildpad. Hoewel de onverslaanbare almachtige alle aandacht verdient, wil ik even wijzen op zijn staart. In oude zagen staat zijn achterste deel te boek als een ietsiepitsie kwetsbaar. Het is deze combinatie van grote kracht en breekbaarheid die zoveel en al eeuwenlang aanspreekt. Dit was de laatste halte van het tempelbezoek. Gulle giften zijn altijd welkom. Ja, hou op man, ik heb je al superveel geld gegeven. Niet zo gierig doen, jongen. Ik heb je al 80, 90 muntjes gegeven of zo. Oké, nou ben ik benieuwd wat we hier gaan doen. Olivia die vindt de tentoonstelling een klein beetje tegenvallen. Oh, wat gaat Olivia doen? Oh, die gaat de aardorigant aanbidden. Als u hier onder ons bent, wees ons dan genadig en ruim het steenpuin op dat ons de weg naar het lint belemmert. Wij zullen uw schitterend schild voor eeuwig dankbaar zijn. Werkt dit? Nee, het werkt niet. Zullen we eens kijken of we dit in kunnen kleuren? Ik ga het eerst op de aardige manier proberen. Nee, we kunnen dit niet inkleuren. Wat gebeurt er als ik hier een klap op geef? Niks. Wat gebeurt er als ik hier een klap op geef? Dit gaat de goede kant op, jongens. Huah!
lekker Mario! Kijk die Toad staan. Die Toads die denken alleen maar, nee, wat heb je gedaan? Olivia die vindt dat het hier toch, het waait hier blijkbaar heel hard. Let's go Olivia, let's go. Geen tijd te verliezen. Moet ik dit inkleuren? Nee, ook niet. Dan moet ik gewoon hier overheen lopen, denk ik. En dan hierop springen, yes. Oké, even mijn spelletje opslaan, want ik wil natuurlijk niet kapot. Go, go. Oh, oké. Ja. Ja. Deze kunnen we lekker... Ja, ik dacht dat we hem konden maken. Toch? Dan kunnen we hier opstaan. En jump, lekker. En jump, top. Ik heb het gevoel dat die boss battle eraan zit te komen. Let's go. We gaan papier mappen, jongens. Waar moet je dat zien, zegt Olivia. Ja hoor, ja daar gaan we, daar gaan we. We gaan de mega schildpad slopen. We hebben hier al veel gezien, maar dit beeld is echt wel indrukwekkend. Voel jij ook de onweerstaanbare aantrekkingskracht van die muil? Ik zou er zo in willen kruipen. Gaan we in die muil kruipen? Oh snap. Koopa battle. Koopa battle. Spring Mario. Spring. Ja lekker. Bam. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat wij deze even moeten gaan draaien. En dan de buitenste ring ook. Yes. Yes. Maak ze kapot. Oh, nice. Oh, dat zag er goed uit. Dat zag er heel goed uit. Hop, hop. Hoppakee. Heerlijk bezig, Mario. Hoppa. Yo, sorry, Koompa's. Maar ja. Jullie moeten hem ook niet in de weg gaan staan. Oké, wat is dit? Wat is dit? Waarom viel ik eraf? Ja, go, 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 go. Go. Ja, toppie. Nog een koenpadje. Kom dan. Hoppa. En hoppakee. Ja, ik vond eigenlijk die spiny battles lastiger dan deze Koopa battletjes, om eerlijk te zijn. Volgens mij hebben ze ook echt maar 10 HP of zo. Oké, we gaan onszelf even een brugje bouwen. Ja, top. Oh, daar kunnen we ook mee naar boven. Oké. Wat is dit? Glanzende schoenen. Sterker dan ijzeren schoenen, maar niet nuttig tegen stekels. Oké. Ah, kijk, hieronder is ook nog een secret. Nice. Hier doorheen. Laten we die Toad even bevrijden van deze meervluisjes. Die Toad was wel echt gangster, zag je dat? Kijk die gangster Toad daar. Hij staat wel te trillen, maar kijk hem met zijn zonnebrilletje dan. Ik zit al zo lang opgesloten. Ik ben eigenlijk het hoofd van deze tentoonstelling. Echt! Het beeld dat ik met mijn eigen verbeelding had gemaakt sprak niet echt tot de verbeelding. Dus kwam ik hier het origineel zoeken. Dus de entreeprijs was wat overdreven. Nou, het gaat je goed, vriend. Wel even die vraagprijs inderdaad een klein beetje naar beneden, want dit kan echt niet. Oké, ik denk dat ik via deze kant moet gaan. Oeh, donkere tempel. Hey, ik heb een hamer. De glanzende hamer, nice. Laten we die glanzende hamer sowieso even equippen en die glanzende schoenen ook. Ik denk dat die wel goed van pas kunnen komen. Oké, wanneer moet ik hier precies doorheen rennen? Nu? Ja, oké, cool. Hier is nog een gat. Tenminste, toch? Nee? Moet ik dat gat niet vullen? Oké, nou dan niet. Dan gaan we gewoon even door. Dan gaan we dit gat maar even vullen. Oh, wacht! Kijk, hier zit een deurtje in. Hier kan je in. Nice, nice. Dan kan je zo hier naar boven. Cool. Oh man, die zag ik echt niet in één keer. Die zag ik echt pas na 2 keer kijken of zo. Lekker bezig, Nintendo. Goed puzzeltje. Toppie. En door. Oeh, waar komen we nu? Laten we even oppassen dat we niet heel deze grot slopen, zo te zien. Oké, let's go. Oh, snap. Ja, dit is wel lastig. Kan ik hieronder lopen? Nee, dat kan niet. Moet ik deze Koopa battelen? Misschien dat ik hier een Toad uit krijg namelijk. Denk het eigenlijk niet. Jemig, zoveel! Oké, waarom ben ik precies deze battle gaan doen? Oh jongens, ik ben net gewoon dood gegaan in die battle. Serieus. Serieus. Ah, en ik spring ook nog niet. Ah, ik ben dus net mijn one-up kwijtgeraakt in die battle. No! Potverdorie. Nou hoop ik maar dat ik niet dood ga in die boss battle, want dan hebben we echt een probleem. Okay, dit ziet er wel echt behoorlijk gevaarlijk uit. Laten we gaan ja, oké. Oké, ik weet het ook wel eens dat je hersenen sneller denken dan dat je mond kan praten. Dat had ik net, zeg maar. Go, 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 go. Yes! En eruit, 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 eruit. Ja, nice. Dit doet me denken aan die kastelen van vroeger, die Bowser's Castles. Die hadden ook allemaal van dit soort vuurobjecten. Ah, oké, dit ging ook maar net goed weer. Rennen! Oké, wacht, wacht, wacht. Je kan erin. Je kan hierin. Je kan hierin. Oké, misschien had ik toch iets sneller moeten gaan lopen. Ja, top. Top. Nee, dit was top. Nice.
Hadden we toch even goed gedaan, dit. Is dit een toad? Nee. Waarom spring ik naar beneden? Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik ging op zoek naar dit gat. Oké, gelukkig hebben we hier gewoon een hartje. Oh, wow, dit is een HP-hart. Hier krijg je max HP bij. Dus we hebben nu plus 20 max HP. Nice, we hebben nu 70 maximale hitpoints. Ah, dat is echt zo balen, hè, dat ik dan net dood ben gegaan. Potverdorie. Maar ja, in ieder geval 20 HP erbij. Dat is echt wel welkom, want sommige battles zijn toch best wel lastig. Vooral als je heel veel tegenstanders hebt. En als je dan niet in één keer ziet hoe je de puzzel moet leggen, ja, dan is het op zich wel moeilijk. Want ik moest net bijvoorbeeld echt tegen iets van 20 Koopa Troopas of zo. Ja, en toen ging het even fout. In ieder geval, we zijn aangekomen bij de mijl. We zijn hier, oké. Aardoligant, oogjes dicht en sper. Die muil van je maar flink open. We komen eraan, zegt Olivia. Olivia, die heeft er wel vertrouwen in. Ik ben zo benieuwd, jongens. De eerste boss battle in Paper Mario de Origami King. Kunnen in ieder geval onze game nog even opslaan hiervoor? Let's go, jongens. Let's freaking go. Het einde van de tempel. Oh, huh? Gewoon een groot gat. Wat een dieptepunt van onze tocht, zegt Olivia. Waar is de aardoligant? Hebben we nu dat hele eind voor niets gelopen? Nou, vast niet, vast niet. Kijk naar uit, Olivia. Kijk naar uit. Kijk naar uit. Oh, oh. Nee. Oh, man. Oké, waar zijn we nu? We zitten midden in die aardoligant, volgens mij. Oh, snap. Oh, snap. Dit is hem gewoon. Dit is hem. Dit is de mega schildpad. De mega Koopa. Wat vet. Wat vet. Het is de aardoligant en hij is origami. Oké, jongens, we moesten dus op de staart slaan. En de vuuraanval, dat is zijn meest krachtige aanval. Dus daar moeten we voor uit gaan kijken. We moeten hem gaan pakken. Let's go. Is dit ook zo'n draaischijfbattle dan? Oh, snap. Oh, snap. Wat gebeurt er allemaal? Origanten lijken net zo krachtig als ik had gehoopt, zegt Olivia. Dat schild ziet er mega sterk uit. Zijn lijf zou wel goed beschermd zijn. Maar die pootjes zien er nogal kwetsbaar uit. Oké, we moeten op die pootjes gaan slaan blijkbaar. Dit is ons eindbaasgevecht. Dat zou tijd worden, zegt Olivia. De aardoligant staat dit keer in de midden, dus je kunt er vanaf hier niet raken. Je moet eerst dichterbij komen, maar er is iets raars aan de hand met die ringen. Wat is er met die pijlen? Moeten we die volgen? Oké, we moeten het spelbord gaan draaien blijkbaar. En dan moeten we hem hier naartoe doen. Dus we moeten gewoon de pijlen op de goede plek zetten, zodat we gaan lopen naar die poten van die aardoligant. En dan moeten we afsluiten met dit battle-icoontje. En daar kunnen we dan aanvallen. Dus dit staat als het goed is goed. Ja, dan komen we hier uit bij zijn poot. Ik denk dat we gewoon een hamer moeten pakken, jongens. Let's go. Oh, die was niet zo goed. Oh, maar blijkbaar was het hard genoeg. Nee. Nee. Oh, jemig. Ik ben nu al 20 HP kwijt gewoon, hè. Oh, nice. Maar er liggen wel hartjes. Alleen, ja. Had ik even van tevoren iets beter moeten kijken. Oh. Oké, okay, let's go. Hamer. Pats. Oké. Okay, nu moeten we weer gaan proberen te verdedigen. Oké, let's go. Ik heb nu in ieder geval een hartje te pakken ook. Dus dan krijg ik er 30 HP bij. Kijk, dit is lekker. Dit is helemaal top. Oeh. Die hartjes die heb je wel nodig volgens mij in deze battle hoor. Anders ga je het volgens mij niet redden. Hoppakee. Weer 5 HP er vanaf. En weer proberen te verdedigen. Oh nee. Oh nee. Oh. Ik heb er weer maar één kunnen verdedigen. Oh, deze battles zijn wel lastig hoor. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Als ik nu rechtdoor loop, dan gaat het goed. En dan kom ik uit bij die poot. En dan pak ik blijkbaar nog die brief daar tussendoor. Dus... Oh, wat? Ik struikel? Oh, nee. Nee, joh. Dat kon helemaal niet. Oh, wat zuur. Nu heb ik gewoon een beurt weggegooid. Oké, geef niet. Ik kan alsnog een hartje pakken, zo. Ja, dit is hem. Helemaal goed. Helemaal goed. Gaan we nu rechtdoor, pakken we hier een hartje. Hebben we weer 30 HP erbij. Dan kunnen we nog een keer zijn poot aanvallen. Oh nee. Oh, ik doe de verkeerde aanval. Ik let niet op. Ik moet echt beter opletten. Ik moet echt beter opletten. Ik geef nu al 2 beurten achter elkaar weg. Wat suf. Ik heb nu wel 3 keer goed verdedigd. Dat scheelt wel. Oké, nog een keer proberen, jongens. Oké, nu heb ik wel mijn hamer te pakken. Hoppa. Oké, 2 keer goed verdedigd en 3 keer goed verdedigd. Nice. Ik heb alleen nu wel weer een hartje nodig. Ik wil hem dus nu op zijn staart gaan slaan. Of zal ik gewoon bovenop zijn bakkers gaan slaan? Zullen we dat proberen? Pak ik een hartje en het kistje. Dan ga ik hem nu met mijn hamer op zijn bakkers slaan. Ja, ik denk dat ik hem beter op zijn staart kan slaan. Maar ik ga het gewoon proberen. Pats! Oké, 8 HP eraf. Oh, wat? Hij valt me nu aan met zijn staart. Oké, cool. Kijk, nu wil ik die plus 2 natuurlijk hebben. Oké, laten we dit doen. Plus 2... Ik heb weer een brief te pakken. Staart van de aardoligant is een zwakke plek. Precies. En nu met de glanzende hamer keihard op die staart, jongen. Let's go. Hoppakee, uitstekend. 29 HP eraf.
Dit is top. Dit is heel lekker. Oké. Wat gaat hij nu doen? Auw. Oké. Wat is er mis met die aardoor die gewoon een 1000 poten ingetrokken? Dit is onze kans om een gave aanval te doen. Oké. Kunnen we echt een hele goede aanval gaan doen? De vouwarmen tovercirkel. Plaats hem aan het einde van je pad. Oké. Ga ik proberen. Als ik hem zo neerzet, dan zou het moeten lukken. Dan kom ik bij zo'n arm terecht en dan heb ik ook nog HP die ik pak. Kijk, hoppakee, hartje, 30 HP erbij. En ja, oké. Oké, wat moet ik nu doen? De vouwarmen. Tovercirkelactie. Grijpen die handel. We moeten hem nu omgooien. Hoppakee. En nu dan? Nu moeten we gaan slaan. Bam, 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 bam. Lekker, Mario. Finisher. Ja, dit was vet. Dit was cool. Nice. Oh, het is gelukt. Bam. Daar gaat hij, jongens. Daar gaat hij. Daar gaat de origami schildpadbaas. En wat krijgen we daarvoor? We krijgen een magisch steentje. Een magische portal. Wat is dit? We krijgen een boek. Let's go. Wat is dit, jongens? Boek van de aarde hebben we te pakken. Oh, moeten we de elementen gaan vinden? Aarde, lucht, water, vuur. Anyway, heb je nou op een of andere manier de aardorigant in een boek omgetoverd? Ja, blijkbaar. Wij doen dat. Wij kunnen dat, jongen. Wij zijn Harry Potter. Harry Mario Potter. Het zijn instructies om jezelf tot een aardorigant te vouwen. Wat? Gaan we onszelf opvouwen? Wacht even. Kan Olivia dat of kan ik dat straks? Wat is dit, joh? Wat is dit? Holy crap! Nee, joh! Olivia is de origami koningin, jongen. Die kan... Nu krijgt ze pas echt een rol. Wat gaaf! Een soort van ultimate power dit. Dit is super vet! Kijk dan, die aardorigami die heeft ook nu gewoon zo'n kroontje op de bak is. Zodat je kan zien dat het Olivia is. Wat? Dit is wel cool, hoor. Ja, Mario is even aan het applaudisseren. Terecht. Olivia zegt, ik voel me supersterk. Barst van de energie. Alsof ik de hele wereld aan kan. Weet je wat? Voetjes van de vloer. Gaan we dansen? Pas nou op. Pas nou op. Kijk daar uit. Een cheerleader de schildpad. Wat is dit? Wie verzint dit? Dit is zo vet. Ik weet niet wat me bezielde, maar het was zo leuk om die schildpaddenkracht te gebruiken. Volgens mij kan ik nu elke tovercirkel van de aardorigant wel gebruiken. Wat cool. Het betekent vast dat ik de toren tot een redelijke hoogte kan verlagen. Ik ben zo trots op je, Olivia. Serieus. Wat een heldin. Deze zag ik echt niet aankomen. Hoppakee. Heeft niemand je ooit verteld dat je niet op de goden mag staan? Hey, chill man. We hebben net die goden verslagen. We hebben de goddelijke kracht zelfs binnengehaald. We hebben de aardorigant verslagen, jongens. We hebben de eerste binnen. Eens even kijken of we nu dat rode lint kunnen gaan verwijderen of dat hij misschien al weg is. Dat gaan we checken in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en ja, Paper Mario video's. En wil je mijn livestream gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu en dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!